De Suriname Alcohol Beverages, SAB, heeft in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid de Borgus Refidentie Edition gelanceerd. Directeur Steven Mayong zegt dat deze Borgurum een blend is, gerijpt in eikenhouten vaten met een zachte smaak. Voor deze speciale gelegenheid zijn de kleuren van de Surinaamse vlag verwerkt in het Borgu-logo. Het verslag komt van Richelle Maknak. Van met 45 jaar refidentie brengt SAB een speciale Borgu Edition uit. We gaan zo meteen praten met de leiding om te weten waarom deze nieuwe Borgu Edition in verband met 45 jaar refidentie. We hebben gedacht, omdat Suriname onafhankelijk wordt straks, 45 jaar onafhankelijk is, hebben we gemeend om ook een bijdrage te doen in de vorm van een speciale refidentierum te ontwikkelen. Daarmee zijn we een hele tijd bezig geweest. De coronacrisis kwam er tussenin. Maar uiteindelijk zijn we toch erin geslaagd om het aan de vooravond van de onafhankelijkheid aan de president als eerste aan te bieden. Dus we vonden het wel een mooi moment om ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid een speciale refidentierum uit te brengen. Nou, deze rum is natuurlijk al een aantal jaren gelager in vaten. Het zit in eikenhouten bourbonvaten. Dat is één. Tweede is, we hebben een blend gemaakt met een potstil rum. We hebben namelijk een potstil, een hele authentieke potstil uit Schotland. Die koperen potstil. En daarin maak je een speciale type potstil rum. Dus deze rum is dus eigenlijk het product, een blend van jaren gelagerd in vaten en een potstil rum. En dat maakt deze rum zo bijzonder en uniek. Mayong heeft vandaag de eerste fles van deze Borgus Refidentie Edition overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd voelde zich zeer vereerd en zei dat de regering het ondernemerschap daarom stimuleert. En ik kan meegeven dat wij in ons regeerprogramma en zeker voor komend jaar tal van projecten hebben, small size, medium size, maar ook hele grote projecten waar ondernemers zeker aan bod zullen komen. En die staan allemaal op agenda en die gaan we uitvoeren in 2021. President Chandrika Prasad Santokhi. Een fles Borgus Refidentie Edition, rum, kost 450 SRD.